We staan nou lekker in de natuur, even genieten, dat ik laat jullie meegenieten. Goedemorgen lieve vrienden, ja het is vandaag dinsdag 8 oktober en we leven om 10:21 en dat allemaal nog in het jaar 2019. Ja, en waarom ik vandaag weer zo vroeg ben, ja voor mij is het vroeg hè. Voor een ander, die hebben al een half ochtend achter de rug. Maar ik niet, want ik heb met niemand rekening te houden. Dan alleen nog met mijn diertjes en met mezelf. Ja, en waarom ik dus zo vroeg ben vandaag, is dat ik weer om 11:30 naar die meneer toe moet voor mijn tongpiercing. Ja, krijg ik eindelijk een andere erin. Want dit is niet prettig hoor, deze grote. Echt niet, nee. Maar ik neem de GoPro mee, dan zien jullie het eventjes gewoon weer gezellig onderweg. Hoe de kleuren van de natuur weer verandert. Is ook altijd wel leuk om dat weer even te kunnen zien. En ik neem deze camera ook even mee. En dan op de terugweg probeer ik even een stukje natuur te pikken. Maar ja, of het me lukken gaat, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat het weer ons brengen gaat. Ik weet niet hoe koud het is. Ik weet helemaal niks. Ik ben net wel buiten geweest om Frodo zo'n wc'tje op te ruimen. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Het is wel knap weer. Zonnetje, aan die kant is de lucht scherp. Daar is het blauw met hier en daar een wolk. Daar is het skier scherp. De lucht is daar scherp. Ja. Dus daar kijk ik liever niet heen. Dan moet je zo je ogen dicht knijpen. Is ook niet leuk. Nee. Maar ja, oké. Ik ga hem lekker een bakje koffie doen. En een broodje eten. De dieren eten geven. En dan gaan we er weer tegenaan. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Ja. En kan al die shitjes zelf weer kaal te plukken zoals normaal. Frodo die heeft weer aan zijn staart gebeten terwijl ik in de douche bezig was. En dat terwijl hij de kap om heb. Ja. Dus die heeft weer een stukje van zijn staart kapot gevreten. Waarom? Ik weet het niet. Maar het zal. Als ik weg moet, dan krijgt hij dus ook wel weer de melkkorf om. En Ewen die zit er eigenlijk te poetsen alsof het leven ervan afhangt en dat we visite krijgen. En Kandal, ja, die doet het op de verkeerde manier. Die likt en hij trekt ook. Ja. En dat doet Ewen niet. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zeg het tot later. Ik hou jullie op de hoogte. Ik laat jullie het ook weer zien natuurlijk vanzelf. Ja. En ik wil eerst de tongpiercingen zien voordat hij wat bij mij doet. En ja. Hij moet niet zo groot erin doen. Ja, deze moest wel, omdat tong op het weld, hè. En nu is die geslonken, dus ja, nou kan er een kleinere erin. Maar ik heb gehoord dat je ook een flexibele hebt. Nee, dat wil ik wel weten, ja. Ja, wil ik eerst zien, dan geloven. Maar oké, ik zou zeggen, tot later.
prison, my fear just pulled me away. Pulled me away. Secret fantasies of me. See the light of day, light of day. Wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away. Pull me away. Secret fantasies of me.
prison, my fear just pulled me away. Pulled me away. Secret fantasies of me. Just run.